Goedendag. Ja, het is woensdag. We gaan weer eens eventjes verder vooruitkijken de komende dagen. Maar ook volgende week gaan we meenemen in deze 10-daagse verwachting. En we zien dat er wat gaat veranderen. Want er komt wat droger weer onze kant op. Het is alleen nog wel even wachten. Ja, de afgelopen dagen is het natuurlijk wel weer kletsnat geweest. We zien hier ook een akker die onder water staat. Heel veel hemelwater is er gevallen in een groot deel van het land. We hebben dat eens eventjes op een rijtje gezet. Dit is de neerslaghoeveelheid voor mei zoals die geval is. Aan de linkerkant kunnen we dat zien. En dit is wat normaal valt in de maand mei. Zo'n 30 tot 60 mm en lokaal 60 tot 90 mm. Nou, dit jaar is dat echt wel heel anders. Behalve in het noorden van het land, daar zitten we eigenlijk toch wel aan neerslaghoeveelheden die vrij gebruikelijk zijn voor deze tijd. Ik kan me voorstellen mensen in Groningen denken van nou, het valt toch allemaal wel mee met die neerslag. In het zuiden van het land is dat toch echt wel anders. En ook in het westen zitten we dik boven de 100 mm. In het zuiden gaan we zelfs naar 180 tot 210 mm. Ook in Limburg is dat geval. En in het zuiden van Limburg ook daar meer dan 200 mm. Ja, dat is ronduit nat. Dat betekent ook dat we een van de natste meimaanden meemaken sinds we zijn gestart met meten. En dat op veel plaatsen het echt recordnat is. En dat betekent ook dat deze lente ja, toch op veel plaatsen echt heel erg nat is geweest. Want de voorgaande maanden verliepen ook nat. Maar er komt dus wel verandering in, zoals het er nu naar uitziet. Want de weerkaarten zijn wat optimistischer als het gaat om neerslag. Het moet toch allemaal wat droger gaan worden. Dat kan ik u mooi laten zien op de weerkaarten. Want in eerste instantie hebben we nog wel te maken met buien. Vandaag hebben we diverse buien al over zien trekken. En ook morgen en vrijdag blijft het nog wel wisselvallig. En dat komt allemaal door dit lage drukgebied dat vannacht boven de Noordzee ligt. Dat zorgt voor onstabiliteit en dat zorgt voor die buienvorming. Met name ook in de loop van de dag kan dat weer gaan gebeuren. Dat lage drukgebied dat trekt langzaam maar zeker naar Centraal-Europa. Dat wordt eigenlijk een complex lage drukgebied met meerdere kernen en bijvoorbeeld ook dat lage drukgebied. Dat zorgt voor heel veel neerslag in de Alpenlanden op donderdag en vrijdag. Daar is het ook een kletsnatte boel. Maar wat we ook zien gebeuren is een hoge drukgebied boven de oceaan dat langzaam maar zeker toch wat meer invloed gaat krijgen op ons weerbeeld. In het weekend gaan we dat inderdaad merken en volgende week ja, zorgt dat hoge drukgebied ervoor dat we waarschijnlijk eventjes een paar droge dagen gaan krijgen. Maar zorgt er ook voor dat de stroming noordelijk gaat worden. We zien dat hier eigenlijk al gaan gebeuren, dat die stroming uit noordelijke hoeken gaat waaien. En dat betekent dat de aangevoerde lucht natuurlijk niet heel warm kan gaan worden als die aanvoer zo over zee is. We gaan eens even kijken. Ik zet de animatie weer in beweging. Dan zien we dat er vrijdag en zaterdag ook nog wel een enkele bui tot ontwikkeling kan komen. Maar vanaf zondag wordt het invloed van het hoge drukgebied toch echt wel wat sterker en wordt de buienactiviteit onderdrukt in onze regio. En dan zouden een paar droge dagen moeten gaan krijgen. Maar nog steeds wel die noordelijke stroming die ja, toch voor lagere temperaturen zorgt. Maar wel droog weer en dat is mooi meegenomen. Wordt het dan ook stralend zonnig weer? Nou, dat is nog maar de vraag. Want wat je toch heel vaak hebt met zo'n noordelijke stroming is dat er wolkenvelden worden aangevoerd vanaf de Noordzee. Die kunnen daar ontstaan. Het zijn over het algemeen dunne wolkenvelden als zo'n hoge drukgebied aanwezig is. En gelukkig ja, gaan we toch al een beetje richting de zomer. Sterker nog, volgende week is de meteorologische zomer al begonnen. Dan staat de zon hoger en dan kan er toch ook wel wat gewerkt worden aan die bewolking in de zin van dat die bewolking wat oplost. En dan heb ik toch wel goede hoop, zeker landinwaarts, dat de zon steeds vaker gaat doorbreken. Maar wolkenvelden zullen er zeker ook zijn. Nou, ik zet de animatie nog een stukje aan, want dan zien we dat dinsdag en ook woensdag dat hoge drukgebied in de buurt blijft. Die stroming wordt wat meer noordwest. Neerslagactiviteit zien we nauwelijks in onze regio. En dat betekent ook dat we echt wel wat droger weer gaan krijgen. Maar voor het zover is, moeten we eerst nog een aantal dagen door met buien. Deze avond kunnen er ook wel wat buien vallen, met name nog in de oostelijke helft van het land. Die trekken naar Duitsland weg en dan komen er wat opklaringen en dan blijft het vannacht wel op de meeste plaatsen droog. De temperatuur die ligt vanavond zo rond 15 graden en dan waait een matige wind uit westelijke richtingen. En in de ochtend morgen, dan beginnen we op veel plaatsen droog. Dan is er ook wel wat ruimte voor de zon, maar al snel gaan weer die stapelwolken ontstaan en krijgen we te maken met buien. Dat kan eigenlijk al in de loop van de ochtend. De meest actieve buien vinden we weer dieper landinwaarts. Dan is er toch ook wel weer kans op onweer. En dan kunnen er een paar echte plensbuien overtrekken. Temperatuur 16 tot 18 graden bij een matige wind uit westelijke richtingen. Dan de dagen erna. Nou, vrijdag ook nog zo'n dag met buien. We hebben zelfs weer kans op onweer. Temperatuur 18, 19 graden. En dan zaterdag ook buien ingetekend. Maar dat wordt in de loop van de dag wel steeds minder. Want de invloed van het hoge drukgebied, dat wordt steeds duidelijker. En zondag, ja, zowaar een vrijwel droge dag. Maar wel een stevige noordenwind. En dat betekent dat de temperatuur laag blijft, zo'n 16 tot 18 graden. Eigenlijk is dat op zaterdag ook niet veel anders. Nou, dan hebben we deze week en het weekeinde gehad. Gaan we wat verder kijken. Laten we eerst naar de temperatuur gaan kijken. Nou, we zien dus dat die temperatuur niet echt los gaat komen nog. En dat heeft alles te maken met die wind die in die noordhoek blijft zitten. Pas aan het eind van de periode zien we weer dat die temperatuur omhoog gaat. Overigens zien we ook wel wat spreiding. Het kan soms zijn dat de zon toch net even krachtig genoeg is om die temperatuur wat verder te doen oplopen. Goed, dan had ik het over die neerslag. Nou, dat kan ik u ook mooi laten zien. Die donderdag, vrijdag en ook zaterdag, dat zijn nog wel natte dagen. Die zaterdag in de loop van de dag dus beter. En dan zondag, maandag en de dagen erna. Nou, dat ziet er helemaal niet verkeerd uit. Die neerslagkans is dan eigenlijk heel erg klein. Zeker de eerste helft van volgende week is dat het geval. Daarna lijkt het erop dat het weer langzaam maar zeker wisselvalliger gaat worden. Maar goed, die neerslagkans die is maar 25% in die periode. Ik denk dat we dan echt wel wat droger weer gaan krijgen. Nou, dan had ik u aangegeven dat we wel met die noordelijke stroming ook wolkenvelden gaan zien. En dat zie ik ook wel heel duidelijk terug in de pluim voor bewolking en zonneschijn. We zien bijvoorbeeld op zaterdag en zondag dat er veel grijstinten zijn. En dat betekent dat dat toch overwegend bewolkt weer is. Wat dat betreft is bijvoorbeeld de ochtend van donderdag wel vrij zonnig. Maar naarmate volgende week voordat zien we echt wel wat meer geel in deze staafdiagram komen. En dat betekent dat de zon geleidelijk aan ook steeds meer kans gaat krijgen. Nog fijne dag.